mijn carrière is begonnen in Rotterdam omdat ik helemaal niet in Rotterdam wilde gaan werken. Ik had echt zoiets van, dat is niet de plek waar ik wil zijn. Ik wilde naar zee. Dus ik heb een opleiding gedaan als maritiem officier. Een aantal jaren gevaren. En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wilde graag iets aan de wal gaan doen. En ik ben uiteindelijk als directeur van de scheepswerf aan het werk nu in Rotterdam.